In dit zo zwaar gehavende gebied begon, onmiddellijk na de bevrijding van ons land, een groep Nederlanders aan een enorme opdracht. Havens waren geblokkeerd, opgeblazen bruggen versperden de Rijn, gezonken schepen alom belemmerden de vaart. Vernielingswaanzin en haat hadden zinloos honderden Nederlandse schepen tot zinken gebracht. Nederland van zijn scheepsruimte beroofd en evenveel honderden gezinnen in Duitsland doen stranden. Maar de Rijn moest weer open. De opbouw van ons leeggeplunderde vaderland riep om kolen. Rotterdam ontwaakte en de geallieerden rekenden op de Nederlanders, de vrachtvaarders van Europa, voor het vervoer van hun transitogoederen naar het bezette Duitse gebied. Begonnen alleen maar met een gehavend dak boven hun hoofd, stonden zij zonder enig hulpmiddel te midden van den gruwel der verwoesting. Overigens hadden zij alleen maar den vasten wil de Nederlandse Rijnvaart zo spoedig mogelijk te herstellen. Zij bouwden een organisatie op die in de bezettingszones van den Rijn moeilijk meer kan worden weggedacht. Zij kweekten onder de moeilijkste omstandigheden een teamgeest die de Nederlandse glorie is aan den Rijn. Het ging er niet alleen om de schepen die havens en vaarwater versperden te lichten, maar ook de ruïnes van de bruggen die midden in den stroom lagen, moesten althans gedeeltelijk worden opgeruimd. Bovendien verzandde het vaarwater vlak voor de vernielde bruggen zeer snel, waardoor regelmatig werk moet worden verricht. Geen sleepboot is dan ook in staat, zonder voorspan, zijn schepen door de doorvaartopening in de bruggen stroomopwaarts te trekken. De beruchte stroomversnelling in de brug van Hoogveld bij Duisburg levert daarvan nog dagelijks het bewijs. In het befaamde huis met de 1000 vensters te Roerort werd de hoofdzetel gevestigd van de Nederlandse Rijnvaartmissie, waar de Nederlandse schippers met al hun noden en moeilijkheden komen aankloppen. Kolonel Harmsen en meester Prins hebben de dagelijkse leiding op het hoofdkwartier te Duisburg-Roerort. Overigens vestigde de missie buitenposten aan het Rijn-Herne-kanaal, de Keulen-Wesseling, Brool, Lintz, Remagen, Wiesbaden en Aschaffenburg, op al die punten van de Rijn waar hulp voor de schippers noodzakelijk was. Het jongste zorgenkind van de Nederlandse Rijnvaartmissie is de voedselvoorziening voor de opvarenden van onze Rijnvloot. De hoofdzetel is wederom Duisburg, terwijl voorts op verschillende punten aan de rivier de Nederlandse schippers ter rantsoenen kunnen kopen die ook in Nederland worden verstrekt. Het bergingswerk is de belangrijkste taak van de Rijnvaartmissie. Toen zij begon, was er geen kraan, geen pomboot, geen duiker. Maar er was over deze groep Nederlandse kerels in pioniersgeest wakker geworden, die herinneringen oproept aan de glorietijd van de Nederlandse scheepvaart. Het eerste duikerswerk werd gedaan met de blote handen zonder meer. Het eerste gat in het eerste wrak dat gelicht moest worden, is gedicht met planken en mos. Thans beschikt men, waar nodig, over de zwaarste bokken en lichters, waarvoor geen wrak te moeilijk, geen hefwerk te zwaar is. In de trossen van de Nederlandse bokken zijn al vele honderden tonnen naar de oppervlakte gehaald.
altijd echter kan men een bok gebruiken bij het lichten. De schepen zijn vaak zo zwaar beschadigd dat zij in de trossen zouden breken. Een der pioniers van de eerste tijd vond een eigen methode uit om een wrak drijvend te maken. Grote, ledige tanks worden met behulp van lichters in de ruimen gebracht. Als de tanks op de juiste plaats gekregen, dan laat men deze door het openen van een inlaatklep in de bodem vollopen met water, waardoor zij in het schip zinken. De lucht ontsnapt door daartoe aangebrachte koker. Het plaatsen der tanks vereist de grootste nauwkeurigheid, vooral als de verwoestingen in het te lichte schip groot zijn. Dan komt de duiker in actie. Hij moet het plaatsen van de tanks controleren. Hij moet ook de stalen dwarsbalken die verschuifbaar op de tanks zijn aangebracht in het wrak vastzetten. Straks immers moeten deze dwarsbalken het schip dragen. Zijn er eenmaal voldoende tanks aangebracht, het aantal is afhankelijk van het aantal ruimen van het schip, dan komen de pomboten langs zij. Geleidelijk aan worden de tanks leeggepompt, geleidelijk aan begint dan het wrak te drijven op de lege tanks. Daarna kan men de ruimen die niet lek zijn leegpompen. Indien nodig worden bij de lekken noodbekistingen aangebracht, alvorens het wrak kan worden verhaald naar de werf waar de uiteindelijke reparatie plaatsvindt. Dankzij het onvermoeide werk van de Nederlandse Rijnvaartmissie, vaak dag en nacht doorgezet, konden tientallen sleepboten, enige honderdtallen grotere en kleinere Rijnschepen, aan de gedupeerde eigenaars worden teruggegeven. In de haven van Roerort meer en weer de Nederlandse sleepboten en op den stroom wachten de Rijnschepen op hun laden. Weet u wat één goed Rijnschip voor Nederland betekent? Eén zulk een schip van gemiddelde grootte kan in één reis voldoende huisbrandkolen meebrengen om een gemeente van 10.000 zielen van 12 mutten te voorzien.
Van de hellingen onze scheepswerven glijden weer de schepen, ontdaan van de laatste sporen der verwoesting, opgelopen in het vijandige land. Weer trekken onze slepen voorbij over den oude stroom. Weer waait de Nederlandse vlag langs heel den Rijn, van Rotterdam tot in de havenbekkens van het Zwitserse Basel. Nederland krijgt weer kolen. Onze industrie kan weer aan den slag. In de transitohaven Rotterdam begint weer het ritme van de arbeid. Over ons rivierenland verwaait weer de rookpluim van een sleepboot. Onze stromen worden weer bevaren als voorheen. Er is weer werk voor de vrachtvaarders van Europa.